ik doe vaker projecten, maar nu in een raar, het was toch een raar 2020, waarbij veel mensen alleen waren, had ik het idee van, als ik nou eens die kaart heb, we gaan samen met de hele gemeente één grote wenskaart maken. Hoe hartverwarmend kan het zijn? Super tof, omdat ik gewoon iedereen een heel gelukkig nieuwjaar wil wensen en een fijne kerst. Voor mijn opa, mijn oma en een onbekende. Voor mijn oma heb ik dat ik kaarsjes voor haar aansteek, omdat opa is gestorven vorig jaar. En voor onbekende weet ik even niet meer. Waarom vind je het belangrijk om ook voor onbekende een kaart te schrijven? Voor veel sterkte in deze tijd. En gisteren hebben we in totaliteit 26 uur kaarten gelegd. Dus toen ik gisteravond thuis kwam, toen heb ik nog een glaasje wijn gepakt op het vee. En toen had ik nog moeite om het glas wijn naar de mond te brengen. Toen dacht ik, het was best veel, maar het was ook geweldig. Een kind die schreef naar een vriendin van, ik zou jou graag 4 of 3 keer per week willen zien. Maar ja, dat gaat niet. Dat komt door onze ouders, want die wonen zo ver uit elkaar. Maar toch wil ik jou graag 4 of 3 keer per week zien. Die vond ik geweldig. En voor de mensen die nu geen kaart van jullie krijgen, wat hebben jullie daar voor boodschap voor? Dan wensen we u een fijne en gelukkige feestdagen.